Het is een belangrijke dag voor een componist. Iedereen heeft een belangrijke dag in zijn leven. Ook voor een moeder is dat de geboorte van uw kind. Maar voor een componist is dat de geboorte van uw concert natuurlijk. De noten staan op papier. Ik ben vooral nerveus omdat ik aan het uitkijken ben naar de reactie van het publiek. Er zijn dan mensen die van muziek houden, mensen die niet zoveel van muziek kennen, maar die ervan houden. Er zijn ook echte kenners in de zaal, er zijn een paar dirigenten in de zaal, een paar componisten in de zaal. Dus dan kijk je altijd met spanning uit hoe dat de reacties gaan zijn. La mesure 201, forte, heel de maat, diminuendo. Maat 202 is piano. De muzikanten van het Nationaal Orkest van België zijn allemaal topmuzikanten. Dus Maria Lenk is een schitterende celliste. Het enige waar ik mij ook wat zorgen over maak, dat is over mijn eigen emoties. Dus ik probeer als dirigent afstand te nemen van het feit dat ik die muziek heb geschreven. Wat dan natuurlijk een contradictie is. Er zitten emoties in waarvan ik zeer goed weet waar ze zitten en waar ze vandaan komen. En als ik in die passages terechtkom, ja, zal dat toch misschien bepaalde herinneringen oproepen of bepaalde emoties oproepen. Le thème du concerto est magnifique, c'est l'amour, c'est tellement vaste ce thème. Et je suis ravie en fait qu'il ait quelque part dédié un concerto pour violoncelle à ce si beau thème. Le violoncelle est un instrument particulièrement adapté à un sujet aussi vaste, parce qu'effectivement, Dirk Brosset le traite d'une façon très très variée. Chaque mouvement a une atmosphère tout à fait différente. Donc ici, il y a 7 mouvements. Et je crois qu'en l'espace d'un instant, je vais essayer de pouvoir cristalliser en moi l'atmosphère de ces mouvements. Et puis ensuite, une fois que je serai sur scène, que je serai installée, je penserai vraiment uniquement musique et le partage avec le public, évidemment, mais avant tout avec les musiciens et le compositeur. Me, myself, and I. Het allermoeilijkste is het bedenken. Eén, wat ga ik maken? Wat is de vorm? Dus het voorbereidende mentale, intellectuele werk, dat is zeer zwaar. Dus daar ben ik toch 2 jaar mee bezig geweest. Los van de fysieke arbeid om dan de emoties en de gedachten effectief dan om te zetten in een partituur. Als ik aan cello denk, dan denk ik aan liefde. Als ik de klank van de cello, en met name deze cello, hoor, dan denk ik aan liefde. Omdat dat iets doet met mij. Dat doet fysiek iets met mij. Ik word helemaal teder en helemaal klein en helemaal warm als ik de klank van de cello hoor.